Friends of Sports. Welkom bij Mit, de voetbalpodcast van Friends of Sports. Ik ben Sam Kerkhoffs. Vandaag tegenover mij Evert Winkelmans, Dario van den Buijs en Gunther Thiebout. Welkom, heren. Dank u. Volle studio. Een volle studio, hè? Dario, ik ga je meteen geruststellen. We gaan het niet voor de vierde week op rij over 18 clubs, 16 clubs, promotiefinale, weet ik veel. Dat ligt misschien nu ook moeilijk voor u om over te spreken. Maar die komt uit Nederland, die weet van niks. Hè? Die weet waarschijnlijk zelfs niet. Voilà. Maar ik ga wel beginnen met een kijkersvraag. En dat is eigenlijk, waarom Beerschot en waren er andere opties? Dat is een vraag van Dimitri. Waren andere opties, ja. Maar ik denk dat die clubs niet genoemd moeten worden. Maar nee, waarom? Het gevoel van Beerschot. Het project dat die daar aan het neerzetten zijn. En ja, natuurlijk. Ja, wat ik zeg, het gevoel bij die club. Ze waren er snel bij mij. Heel concreet. Dus ja, dat spreekt me wel aan, die club. En een hele mooie club voor mij. Jazeker. Je kunt er misschien beter dat hij het zelf niet zegt. Maar voor de Belgische voetbalfan die hem niet kennen, hoe zou je hem omschrijven? Een zeer voetballende linkscentrale verdediger. Ik denk dat er weinig in België zijn die zo'n passing hebben zoals hem. En daarom staat hij ook bekend om het uitvoetballen, het inspelen. Kan me eens splijtende paas de aanvaller gewoon voor de goal zetten. En dat is geen uitspraak van mij. Daarover vinden beelden genoeg terug dat hij dat kan. Als je wil opbouwen, dan ja, oké. Dan denk ik dat je altijd bij hem terechtkomt. Evert, dat kende jij hem al? Perfect. Ik had jij nu heel de uitzending dan moeten vasthouden, Sam? Ik ga dat niet doen. Gewoon werk erbij. Gaat opnieuw beginnen of doen we door? Opnieuw beginnen, beste? Nee, jong, dat maakt toch niet uit? Ja. Ik ging juist aan een fantastisch goed verhaal. Dat is net het dingetje dat er... Er mag iets gebeuren, hè? Nee, ik ga gewoon hierop inpikken dan. Die onze studio's niet voorzien op vieren. Maar ik kan ondertussen een fantastisch verhaal vertellen, hè? Ja, gerust. Ik moet zien waar je... Maar nee. Doe maar. Dus ja, ik heb Dario, want ja, ik ben Mechelen fan, dat weet ondertussen iedereen. En ik ben ook goed bevriend met een paar Mechelse scouts. Dus ik heb Dario ooit gescout. Ja, in de Kuip, Feyenoord tegen Heracles. En de scout van KV Mechelen zei, zich wilde van straks niet mee naar Feyenoord, want ik moet er twee gaan scouten. Ik zeg, ja, natuurlijk, ik ben nog nooit in de Kuip geweest, dus ik ga mee. En dat was voor Dario en voor die linksbak Chibora. Ja, klopt. En jij zat op de bank. Dus ik kon hem alleen naar die linksbak kijken. Ja. En dat was ook een hele goeie. Ja. Die is ondertussen ook weg. Maar toen in de auto heb ik een heel statistiekenbundel bekeken. Omdat die had dat allemaal voorbereid, die scout. Dus ik heb toen gezien wat Dario allemaal goed kon. En wat ze volgens KV dan hij minder goed kon. Ja. Zo interessant. Maar inderdaad, wat stond er dan? Ja, heel goede linkse voet. Jij neemt corners. Ja. Als centrale verdediger is dat wel heel bizar dat je de corners trapt. Ja, als je dat heel goed kunt. En dus vrij schoppen. Ja, bij Eindhoven heb ik een jaar gehad dat ik 12, 11 assists had. Nee, dat is waanzin, hè. Ja, zeker. Penalties. Ja. Penalties, ja. 9 goals. Toch. Ja. Maar we hadden ook wel dat jaar geluk dat we zoveel penalties kregen, natuurlijk. Dus. Ja, maar je moet je wel binnentrappen. Ja, wel. Binnentrappen. Nu niet beginnen minimaliseren. Ja, dat wel. Maar nee, zo'n profiel, linkse voet, centrale verdediger, ervaring, maar toch nog jong, Belg. Ah, ik denk dat dat wel heel goed op de markt ligt. Ik denk dat dat normaal is dat meerdere clubs daarachter zitten, zeker als hij gratis is, toch? En jeugdopleiding bij Club Brugge? Nee, eerst Lierse. Tot mijn 12, denk ik. Dan 6 jaar Westro nog. En dan vanaf mijn 16 naar Club Brugge. Dus als er luisteraars zijn dan die Wikipedia kunnen aanpassen, moet aangepast worden dan. Oké. Okay. Ja, nee, ik heb mijn doorbraak wel daar gemaakt. Van de belofte, U19 belofte, eerst ploeg. Maar niet heel mijn jeugd daar gespeeld. Nee. Spijt? Allee, of... Waarom nog niet in België dat doorgebroken? Ja, nee, ik voelde gewoon van... ik heb tegen Gunther ook toen direct gezegd van... Kijk, ik wil gaan voetballen. Ik was 18, 19 jaar. En Eindhoven kwam toen. En dat voelde heel goed. Ik denk ook dat Nederland bij mij past. Dat gebied. En ik heb aangegeven van... Kijk... Want jullie werkten toen al samen? Ja. Ja, okay. Ja. En ik heb aangegeven van... Kijk, dat spreekt mij normaal. Nederland, .1. Ik ben jong, kon voetballen. En ik heb gezegd, ja kijk, voor mij hoeft het nu niet meer hier met Brugge. En ben vertrokken naar FC Eindhoven en daar heb ik kansen gekregen. En na 2 jaar een mooi transfer kunnen maken. Dus, ja. Hoeveel keer hebben we dat al niet gezien? Dat een jonge Belg in de eerste divisie dan? Ik moest denken aan Daan Foulon die we vorige week hadden. Er zijn er zoveel. Zoveel jonge Belgen.
Bij Eindhoven zat jij in een ploeg met 6-7 Belgen. Ja, we zelfs 9. Het eerste jaar hadden wij er 9. Tweede jaar hadden wij er rond... Dat is toch straf? Dat is gewoon een Belgische ploeg in een Nederlandse competitie. Dicht bij de grens natuurlijk ook, maar ik vind dat wel een gewaagde keuze. Want als het daar niet lukt... Ja, maar... Gaat het toch snel... Op zich, ja, maar... Veel vertrouwen dan? Ja, natuurlijk. Ja, je hebt veel vertrouwen, maar ook het plaatje wat ze u aanbieden. Financieel natuurlijk doe je een stap terug, maar het voetballen was voor mij het belangrijkste. En ik ben nog jong, kon nog thuis blijven wonen, want ik reed elke dag over de grens gewoon. En dat plaatje was... Ik heb daar echt tijd van mijn leven gehad. Ik kon er nog thuis. Het is ideaal voor mij. Ik kon mijn vrienden iedereen zien, maar ik kon ook wel elke week voetballen in een mooi land. Ja, dat was ideaal. En niet vergeten, dat is de ideale leerschool voor alle jonge Belgische spelers om daar naartoe te gaan. Je speelt tegen fantastische stadions ook soms. We hebben Go Ahead Eagles, een fantastische stadion, de Graafschap, al die clubs. Dus hele mooie stadions bij. En je speelt ook tegen... Ik kan me herinneren, we hebben tegen Jong Ajax gespeeld. Dat is een miljoenen elftal nu. Dat is toch te licht bij Frenkie de Jong. Afgezien. Kluivert. Of... Nee, we zijn gewonnen trouwens. Hopla, kijk eens aan. Als je dat op je palmarès hebt... 2-1 thuis en gelijk volgens mij 1-1. Met een penalty van Dario van den Buijs. Nee, een extra corner. Ja, uw vader Stan, die scout bij Standaard nu? Ja, klopt. Ik vraag me dan meteen af, vindt hij nu dan niet goed genoeg? Goeie vraag. Dan, ik dacht, goeie vraag. Maar hij doet vooral scouting voor tegenstanders van de volgende weken. Zeg maar. Okay. Die is ook niet moeilijk, hè. Scout. Uw eigen zoon ergens binnenhalen, dat creëert lastige... Ja, dat is niet echt ideaal. Maar geeft hij u dan wel tips? Ja, vroeger vooral. Ik denk de jaren in de jeugd, die autoriteit van Westerlo naar huis, dat was altijd wel pittig. Altijd slecht gespeeld, volgens mij. Ja, heel veel. Heel veel. Altijd werkpunten. Ja, het was altijd dat of dat moment, of dat of dat moment. Maar in de loop der jaren is hem altijd wel rustiger geworden, ook naast het veld. In het begin van de jaren was het altijd... daarna was het altijd meer van... was altijd wat vriendelijker. En ja, nu waren we vandaag goed. Dat soort dingen dus. Maar hij is altijd eerlijk. Als ik slecht ben, zegt hij moeilijk gewoon. Dat is belangrijk, denk ik. Hè? Ja, dat hij wel eerlijk zijn mening blijft zeggen. Dat is zeker belangrijk voor mij. Maar ging jij in Nederland ook naar alle matchen? Niet alle matchen. Eindhoven kwam hij bijna elke thuiswedstrijd. Of hij moest ook gaan scouten. Maar bijna altijd wel. En vorig jaar ook heel weinig geweest. Maar ook logisch, omdat hij bij Standaard aan zat. Hij moest ook zelf gaan scouten. En het eerste jaar of tweede jaar bij Raakles nog wat meer. Maar nee, ik begrijp dat ook wel. Dat is logisch. Hij moet ook zijn job doen. Dus. Maar hij heeft wel een strikke carrière gehad, dus als hij een tip geeft, zou ik er wel naar luisteren, toch? Ja, sowieso. Maar het is van moeite. Ja, voilà. Dat is ook logisch dat je naar je vader luistert, ja. Welke spits waar je in Nederland op tegenstaan, zegt je dit, dat is wel interessant voor een Belgische ploeg? Want wij kennen er niet zoveel, hè. Of wij volgen onder de top 4, 5. Eén is zullen we dat goed kennen, hè? Cyril. Ja. Hebben er niet veel tegenstaan, hè? Jawel. Ah, toen hij Breda zat? Breda en ook bij Utrecht. Hè. We hebben eigenlijk 4 jaar tegen elkaar gespeeld. 2 jaar bij Eindhoven. We gingen naar NAC. En bij Heracles zat ik bij Heracles en hij bij Utrecht. We hebben altijd tegen elkaar gespeeld. En nu dit jaar samen gespeeld. Ja, dat is een hele leuke jongen. Een hele vriendelijke jongen. En volgens mij klaar voor de volgende stap. En gaat hij ook bewijzen, denk ik. Want het is een hele goede spits. En sterk, techniek, snel. Het is alles om een hele goede, sterke en waardige Jupiler Pro League spits te zijn. Begrijp je dat er twijfels zijn? Of? Nee, ja. Ik snap niet waarom hij misschien bij Loker die kansen niet heeft gekregen. Dat begrijp ik al niet. Maar oké, dat is misschien het gevoel van een trainer. Maar bij NAC ontploft hij, bij Utrecht wat pech gaat. En bij Raakles doet hij nu weer hetzelfde. Dus hij moet nu zijn beste jaar nog gaan krijgen. Dus... Je gaat nog mooie stappen zetten, denk ik. Maar ja, Dario staat van achter en ze zeggen altijd in Nederland dat de spits het makkelijker heeft. Hè? Maar jij kunt daar beter over oordelen. Hè? Dat er in Nederland aanvallender wordt gevoetbald, doordat de spits veel meer ruimte heeft en dat je als verdediger vaak man tegen man staat. Ja, dat klopt. In Nederland zijn ze heel open. Hè? Ja. Ze spelen daar liever prachtig voetbal en 0-0 spelen. En als ze lelijk voetbal spelen, 1-0 winnen. Dus, dat is zo, dat is typisch Nederlands. Die wil altijd ook mooi voetbal brengen. Altijd 4-3-3, dus altijd die dingen. Dus ja. En veel kunstgras ook, hè? Ja, dus nu wordt dat minder. Hè. Dit,
Er zijn al veel ploegen, volgens mij Venlo, Zwolle, al die ploegen hebben allemaal veranderd naar gewoon gras. Ah, ja, alleen Heracles blijft nog over. Terwijl ik las nu weer iets pro-kunstgras, minder water. Ah ja. Vaak en zo. Dus misschien moeten we het is ook niet handig op een droog kunstgras te spelen. Hoor. Dat nee, maar toch minder dan een gewoon gras en qua onderhoud en zo. Dat maar. Klopt. Maar goed. We gaan de ecologische tour op. Dat is goed. Nee, zeker niet, maar ik dacht dat als jij het niet zegt, Evert, dan moet ik die rol opnemen. Alles is belangrijk, jong. En heb je assist gegeven voor Cyril dan dit seizoen? Halve. Halve? Ah, zo noemen ze het toch. Lange bal over de verdediging. Hij zet zijn lichaam eerst. En volgens de statistieken raakt nog een verdediging in bal aan, maar je kunt eigenlijk niet op de beelden zien. En tegen Vitesse thuis. Ja. En hij trapt hem mooi binnen. Maar ik reken het wel. En hij ook dus. Hij zei ook de dag daarna van assistje. Maar dat komt heel goed over. We hebben nog dagelijks contact nu dus. Oké. Okay. Ja. En hoe is zo'n transfer in zijn werking gegaan? Allee, want de fans weten niet hoe dat precies gaat. Ik weet dat een beetje. Ze bellen, dat allerbeste. Ja. Ja, ik weet er misschien... Goh, Jan. Een transfer is meestal iets van langere adem. Dat is niet van vandaag op morgen dat het in orde is. Er was wel een lang contact met Beerschot. We hadden hem al heel lang. Hebben eigenlijk altijd ook de boot afgehouden. En ook eerst sowieso zien wat dat de opties allemaal zijn die gingen komen. En het is eigenlijk pas de laatste dagen nu in een stroomversnelling gekomen. Ook omdat Dario zelf zei, oké, nu wil ik een beslissing gaan nemen. En dan maak je de shortlist, die, daarmee gaan we verder. Zeggen we nu al nee. Oké, en dan ga je kijken daar, wat is nu het beste voor Dario? Het is gemakkelijker werken natuurlijk, hè. Als de speler echt gewenst is. Ja, dat je het moet zo gaan zoeken. Het is logisch, Dario was... En de contract, dus eigenlijk zonder werk, om zo te zeggen, vanaf 1 juli. Dus eigenlijk is dat klinkt slecht en de speler is sowieso nerveus dan, want Ja, nu, zeker in deze tijden. Zeker in deze tijden. Nu, ik had wel het gevoel, toch als je een beetje de markt kent, dan voel je voor wie dat er vraag is en wie niet. Dus ik zei ook tegen hem, die leeftijd, die ervaring, linksvoetig. We gaan sowieso... Dat was wat je zegt, maar ik heb wel het gevoel dat we met iets goed gaan kunnen afsluiten. En uiteindelijk hadden we, we hadden sowieso keuze uit verschillende, maar echt een aantal goede opties. Ja. Waar dan het laatste woord aan hem is. Mijn taak is het dan om tot die shortlist te komen. Tot de shortlist te komen. Jij pusht niet. Dat is aan de speler om te antwoorden, ik push, maar... Totaal niet. Ik denk niet dat ik degene ben die pusht. En dat is waarschijnlijk ook doordat ik zelf lang voetballer ben geweest. Ik heb het ook nooit gewild. Dat is iets wat ik absoluut niet wil doen. Als je ziet, je hebt 1 corona, 2, wat gebeurt er met Beerschot? Het is wel echt een duidelijk teken van vertrouwen dat ze dat nu toch ook op doorduwen. Absoluut. Langs de twee kanten. Zowel Beerschot die doorduwde voor hem, als hij die toch heeft gezegd, oké, ik neem ook een bepaald risico. Ja. Want daarom hebben wij eigenlijk Beerschot ook afgehouden, omdat we altijd gezegd Eredivisie 1A of Tweede Bundesliga, naar zo'n competities kijken we. En op een bepaald moment, dan begin je van alles af te wegen. Dan denk ik dat de hout vasthouden, maar de kans is toch wel groot dat Beerschot in 1A zal spelen. Er is nog een bepaald percentage dat er een risico is. Mm-hmm. Maar hij heeft dan ook gezegd van, ik wil dat risico aangaan. En dat toont dan ook de bereidheid naar Beerschot toe. Maar ook omgekeerd voor hun om te horen, die is ook bereid om in het project te stappen. Zeker. In het geval dat in België, dat we eens voor de verandering geen beslissing gaan nemen. Ja. Dus, en dat is wat er nu gebeurd is. En dat geeft dan Beerschot ook wel het vertrouwen van, die speler wil bij ons in het project stappen. Maar is dat dan iets dat je nu al in zo'n contract zet van 1A is dat loon, 1B is dat loon? Alles is, moet je alles voorzien natuurlijk. Je wil niet voor verrassingen komen te staan. En dan, langs de twee kanten. Dat we zowel de club niks gaan zeggen, maar dat ook de speler niet tegen de club kan gaan zeggen. Want als ze bij Sunderland voor hadden met die van Man City kwamen, als ze zakken en geen clausule niet gezet, moesten die en nog eens zakken. Superveel geld. Ja, dus... Maar het is ook van Beerschot wel... zij hebben toch snel willen... closen waarschijnlijk, omdat ze misschien schrik hebben dat ze hem anders niet kunnen tekenen. Maar snel... het was ook omdat wij hebben gezegd van die en datum ongeveer, daar willen wij een beslissing hebben. Ja. Maar hij zelf zei, ik wil de voorbereiding meedoen. En
En door de coronacrisis sluit je een aantal andere competities uit daardoor, want er was interesse van Tweede Bundesliga, Serie B, topclubs in Serie B die misschien op promoveren staan. Maar ja, die zijn terug aan het spelen. Moet je dan het risico nemen? En oké, dat is dan aan hem om die beslissing te nemen. Daar praten wij dan over. Hoe groot is het risico om dit te doen of niet? En er was interesse van enkele clubs in de Tweede Bundesliga. Maar wat natuurlijk super interessant is, ik heb zelf in Duitsland gespeeld. Het is een fantastisch land, fantastische competitie. Maar wat is de zekerheid dat je hebt in deze tijden dan? En als er dan iets komt, wat wij zeiden van, als het wel goed is, sportief, financieel, plaatje, familiaal, ja, dan gaan we ook niet meer wachten. Nee. Maar alleen, ik ben echt dan in mijn geheugen aan het graven waar in Duitsland dat jij gespeeld hebt. Ik ga nog ook doen. Ik ook. Ik ben ook echt niet zeker, maar iets... Bielefeld? Nee, ze zijn heel veel in het nieuws geweest de laatste weken. Saarbrücken. Failliet gevraagd? Nee. Saarbrücken. Hier. Dank u. Geweest, hè? Amai, ik ben blij dat ik het nog wist. Ja, Saarbrücken. Die nu, spijtig genoeg, dat is de kwartfinale moesten spelen zonder publiek, thuis. Ja. Want die hebben wel al nu in de beker zijn gepromoveerd. En in de beker iedereen uitgeschakeld. Hé, hey, Sam, kom op. Je wist het zelf niet. maar wist je het zonder de tip? Het was het eerste dat in mijn hoofd zat. Ja, dus ik ben blij dat ik nog... Dan geef ik u zeker de overwinning. Maar het is, Beerschot heeft wel, is wel met een project bezig. Dat, ja, dat wil ik vragen, want kun je niet een beetje de NB-kenner, kijker. Maar vorig jaar hadden ze eigenlijk al het project 1A. En toen hadden ze met Holzhauser en Sanusi hebben ze gehaald. Dat zijn toch echt wel goede shotters. Eigenlijk te goed voor 1B. Dus toen was het al eerste klasse. En nu doen ze het weer met Dario. En er zullen nog wel spelers komen. Dus bij Beerschot is wel een plan. Het is, dat is nu een club wel... Ik denk dat die wel aantrekkelijk is voor nieuwe spelers. Ik denk, Beerschot, daar zit wel verstand. Maar het goede eraan ook is... dat Beerschot er waarschijnlijk ook geen 10 gaat halen. Dus ze hebben hun kern, zoals je zegt, ze hebben hun kern al. Ja. En ze willen gewoon een aantal specifieke posities versterken. Ja, maar niet, zijn er geen 6 of 7. Nee, ze willen die en die en die misschien. En daar zijn ze op gefocust. En dat is wel het goede. Dan je komt in een stabiele club, stabiele ploeg. Ja. Want ja, als je dan in 1A komt en het is volledig nieuw. 10 nieuwe spelers en zo. Ja, dat kan goed uitvallen. Dat kan ook heel slecht uitvallen. Dus nu, en plus, je komt in een ploeg waar al een hoop jongens kent natuurlijk ook. Maar stel nu dat ze morgen zeggen, Beerschot 1A, ik zei het al voor de uitzending tegen Dario, Jamais de la vie dat die spelen voor degradatie. Hè. Daar ben ik nu al 100% zeker van. Hè. Dat is echt wel een goede ploeg. En op het kiel, daar gaan niet veel ploegen gaan winnen met dit elftal. Daar ben ik echt zeker van. Ik ben er ook niet gaan winnen trouwens. en wat dan misschien speelt, ze spelen daar met 3 achterin. En Losada is een fan van met 3 achterin te spelen, wat voor een centraal verdediger natuurlijk een optie extra is. Ja. Zeker. En dat was ook een kijkersvraag. Ja. Heb je dat al moeten spelen langs? Ja. Ik heb al een paar keer vroeger bij Brugge op training altijd hebben we dat ook getest. En een paar keer gespeeld zelfs. En dan bij Eindhoven niet, maar bij Heracles de laatste 2 jaar wel vaak op training geprobeerd. 1 of 2 oefenwedstrijden ook gespeeld. Ik denk 1 competitiewedstrijd. Maar in Nederland houden ze altijd graag met 4 achterin. Ja, dat is allemaal daarna. Maar op training, onze trainer is dan ook Duitse mentaliteit. Die wil dan hij is ook Duits. Die wil dan een beetje die soms aanpassen van systeem. Nou, zeker gespeeld. Ik heb er geen moeite mee om met 3 of met 4 af. Ja, ze hebben daar nu 2 van die houthakkers. Dus dan kan er een voetballer bij. Met Frans, Prishinenko. Dat zijn gewoon 2 echt... stevige beren, dus als je dan een voetballer bij zit, ik denk wel dat hij kan marcheren. Ze hebben er nog, hè? Gaat hij wel uit de ploeg moeten spelen, Bourdain denk ik, en dan nog die Fransman, die nieuwe, Alloé, of... ik weet het niet. Maar ik denk wel dat hij gaat marcheren. Je hebt vermoedelijk een gesprek gehad met Losada? Ja, klopt. Ik heb een week voor ik tekende op zaterdag een gesprek gehad met hem. Want hoe is hij? Want nog niet lang trainer, hè? En toch al... Nee, heel duidelijk. Straffe dingen heel duidelijke visie, wat je zegt, wat je doet. Komt heel goed over de eerste dagen op training. Positief. Ik denk, hij heeft mij direct beeldjes laten zien hoe hij wilt werken. Hoe het staat achterin, hoe hij het ziet. En duidelijk gewoon. Heel duidelijk als trainer. Jong. Je wilt vooruit, wilt stappen zetten met de club. Dat spreekt aan. Ik zeg het, heel positief. Ik denk dat hij het gaat maken, Losada. Ik heb echt dat gevoel. Die heeft een soort van... Toen hij overnam, was het echt een ramp, hè? Diego Simeone, grinta-gevoel. Ja. En ook tactisch er enorm mee bezig. Als je hij is ook de hele tijd aanwezig op training. Ook. Hij is nooit een domste oefenvorm. Staat de hele tijd bij.
Dat zie ik ook volgen op Instagram, Atletico Madrid. Hmm. En je ziet altijd Simeone altijd ja. overal opduiken. En ja. als het een balkje gooit, hij wil erbij zijn. En, dus er zijn ook trainers die gewoon aan de kant staan een half uur. En die niks zeggen en niks doen. Maar zij is ook heel aanwezig op training. Ja, zeker. Ja, en met Beerschot, gelijk dat je wou zeggen, dat was een ploeg in verval. Hmm. Die het heel moeilijk had. Helemaal een beetje leeggevrongen. Hij pakte over en die tweede periode waren ze echt heel sterk. Dus ja, ik heb er echt hoge verwachtingen van. Ik ben echt benieuwd. Dus ik hoop eigenlijk dat ze wel naar 1A komen. Het is gewoon echt een aanwinst. Ja, oké. Okay. Gunther, ik heb ook wat kijkersvragen voor u. Van HLN in Engeland. Van wie? HLN in Engeland. Christophe Terreur. Christophe. Ja. Hoe trots ben je op je centennial? 100 doelpunten in 150 wedstrijden. Je wist het precies niet. Nee. Ja. Bij? Niet trots dus. Bij Dender of zo, of nee? De 150 laatste wedstrijden kan. Ja, ik heb geen idee. Ik weet wel dat ik al wat goals gemaakt heb. Maar... en meer op het einde? Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat ook is gekomen omdat ik veel meer bewust ben geworden van mijn eigen naar het einde toe. En heel veel ook alleen ben gaan trainen nog, op afwerken en zo. Want toen ik in Duitsland speelde, bijvoorbeeld, had ik een coach. Ik wou dan afwerken aan de training. En zei, ja, maximum 3 van links en 3 van rechts. Centers, hè, voor ze. Ja, oké, laat maar zitten, dan ga ik binnen. 6 ballen. Ja, weet je, dan heb je zo van... Terwijl, ik zeg maar, in Nederland of zo, dan kwam dat is echt waar, gewoon een materiaalmeester of zo, dus buiten, Gunther, ik zou graag nu naar huis gaan. Kom binnen en kom je douchen. Hè. Maar oké, op de wedstrijd, de voorzet die je toen kreeg, dat was nummer 185 van die week misschien. Dus dat was gewoon automatisme. En daardoor denk ik, voor een aanvaller is dat gewoon super belangrijk. Dat je gewoon... Constant. Maar je hebt toch altijd veel golen gemaakt? Buiten Zultuwaregem. Dat was een zeer korte periode. 2,5 jaar getekend. En dan in januari van Duitsland teruggekomen. Was iets minder daar. Maar oké, ja, dat gebeurt bij elke voetballer. Maar ik denk wel dat ik overal een beetje mijn goals gemaakt heb. Ik ben niet de grootste voetballer geweest. Maar uiteindelijk wel fier op mijn carrière. Ik ben 15 jaar prof geweest. Ik had nooit verwacht dat ik prof ging worden. Dus dan heb ik wel zoiets van oké. En waarom nu makelaar? Ben je niet trainer of spitser trainer? Ik heb nooit aan gedacht zelfs voor makelaar te worden. Erin gerold. Want ik wou eigenlijk eerst, als ik jong was, wou ik een voetbalschool oprichten. Een elite voetbalschool oprichten. Maar als je dan begint verder na te denken, is dat gewoon heel moeilijk. Omdat je met sponsoring zit. Wat zijn je inkomsten? Want uiteindelijk plukken gewoon de clubs het weg. Wat heb je eraan? En dan wou ik eigenlijk trainer worden. Ik heb ook mijn UEFA-A-diploma gehaald. Dus ik moest alleen nog pro-license doen. En dan speel ik in Lierse en dan zag ik wat een voorzitter kon doen met een trainer. Op een bepaald moment zegt hij gewoon, ik sta op en knip, ik wil een andere trainer. En dan had ik zoiets van, heb ik daar dus gezien, had ik zoiets van, wow, dat wil ik niet dat dat met mij gebeurt. Ik wil niet dat er iemand gewoon zo over mij beslist. Een van de redenen, van de trainer. Ja, een van de redenen vroeger, denk ik, in de jeugdbeweging dat ik al problemen had als iemand tegen mij van alles begon te zeggen. Of waarom dat ik regelmatig discussies had met trainers. Als iemand tegen mij iets kwam zeggen van, kon ik ook wel een mannetje zijn. Maar eigenlijk... Trainer is eigenlijk zoiets als voetbalschool, want je gaat jongens begeleiden en je probeert ze te kneden om tot iets. Als trainer heb je ze in een kleinere vorm, maar in een ploeg. Uh-huh. Alleen heb je er dan op zich ook niks aan, want als ze dan goed zijn, dan vertrekken ze weer. En eigenlijk is en je weet, makelaar zijn... We weten als je trainer wordt, dat je ook gaat ontslagen worden. Ja, dat ook. Dat ook, voilà. Maar eigenlijk is makelaar zijn exact hetzelfde als mijn beginidee. Want wij werken nu ook al heel lang samen. Hey, ik werk met de meeste jongens werk heel lang samen. Met Thomas, Fouquet, van in Dilbeek ook begonnen. Om maar een voorbeeld te geven. Hendrik speelde nog van Kronbrugge, speelde nog in tweede klasse bij Eupen. Eigenlijk is dat hetzelfde. Maar nu kan je er wel meer bij blijven. Dus als hij vertrekt naar een andere ploeg, dan ben je er ook nog bij. En dan kan je kan ook mee begeleiden, mappen in een eigenlijk striktere vorm. Zo'n na-wedstrijd van dat tegen verkeerd? Of dat... Ik praat of wel juist. Veel... Kan ook natuurlijk. Nee, ik praat wel veel met spelers over de voetbal, gewoon omdat ik het leuk vind. Iedereen praat graag over voetbal. Ja. Maar ik denk wel dat ik een aantal zaken ook wel gewoon niet mijn ding kan geven, mijn idee kan geven. Is dat het juiste? Ik heb het warm water niet uitgevonden, maar het kan misschien wel iemand helpen. Hij heeft dat gedaan of dat gedaan. Nu, één voordeel, wat dat wel één voordeel is, denk ik, is dat ik zelf lang voetbal heb gespeeld. En ook hoogtes, maar ook laagtes heb meegemaakt. Ik heb in een B-kern gezeten. Ik heb mijn kruisband gescheurd. Dus op het moment dat iemand zwaar gekwetst is, kan ik ook echt wel meepraten erover hoe diep dat iemand kan vallen.
En kan je daarover meepraten? Iemand die niet gevoetbald heeft, die kan niet zeggen, ah, maar ja, je kruisband, ja, dat komt wel in orde. Ja. Hoe kan je dat zeggen? Want je weet het niet. Ik heb mijn kruisband gescheurd, ik weet exact dat je in het begin stijgt en dan komt die terugval en dan moet je weer door. Dus, en dat vind ik wel leuk dat ik daarover kan praten met mijn jongens. Ik denk ook daarom met de meesten wel al heel lang samenwerken. Omdat we over alles kunnen praten. Hoe is dat begonnen, jullie samenwerking? Brugge, hè? Ja. Dat ging je naar de jeugdwedstrijd en nadien aanspreken? Of? Via iemand die toen nog voor mij werkte, ja, denk ik. Hè? Ja, ja. Ja, zo in contact gekomen. Ja, klopt. En dan die voor mij samen iets gaan eten. Ja, en dan, maar ja, dat is echt, dat was mijn eerste, eerste profjaar in Brugge. Ja, dus dat is al lang geleden. Ja. En zijn dan... Ga je dan met 10 makelaars eten? Of nee, is dat meteen... was de eerste. Oké. Zit hem nogal... Het is een terechte vraag. Want sommigen doen dat ook. Oké, maar dat is een vrije keuze. Want uiteindelijk moet je wel een goed gevoel erbij hebben. Als je etentje niet meteen goed zit. Maar heb je ten eerste makelaar dat je zegt gaat eten, dat was Gunther. Ja, welk restaurant was dat, jong? Je moet goed eten, denk ik. Ja, in Brugge was dat, ja. Nee, dat was... Tof van Kleven, wat is daar? Ik weet nog dat ons papa er ook bij was. Ja, en wij drie. En dat gevoel, ja, gewoon, zat goed. En waarom niet? Nu is dat nog altijd met drie, hè? Want mijn papa er ook nog altijd erbij. Ja, waarom niet? En hebben, allee, op een soort zeggen, hij was eerst. En het gevoel zit goed. Waarom zou ik dan nog wachten op iemand anders die niet of later pas gaat komen? Dus ja. Nog een leuk verhaal dat ik gelezen heb op die niet helemaal correcte Wikipedia-pagina dan. De Nike Academy. Ja. Uit 100.000 voetballers. Ja. Jij met 16 Belgen dan? Of? Nee, nee, nee. Heel erop. Ja, nee. Dat is een verhaal eigenlijk. Is lang hoor. Maar, we hebben nog wel even. dat is begonnen. Er zijn scouts op pad gestuurd van Nike zelf. Die zijn op pad gestuurd bij kleinere teams. Kortrijk, Westerlo, noem maar op. Dat soort teams. En die kwamen scouten en ze wouden geen spelers van Anderlecht, Brugge, Gent, Genk. Geen topteams die er al waarschijnlijk in komen. Ze wouden zo'n jongens een kans geven om zich te bewijzen in een Nike Challenge. En ik werd gekozen met drie anderen van die wedstrijd. Wij speelden tegen Kortrijk inderdaad. En ik werd gekozen met twee spelers van Kortrijk en nog iemand anders van Westerlo in dat jaar. En wij moesten toen naar Zeist in Nederland. En daar werd toen zo'n Nike challenge georganiseerd met fysieke testen. Dat was een weekend, dus driedaagse fysieke testen. Alles was, wij kregen ook alles van Nike, dat was heel leuk. We waren 15 jaar of 16 jaar. En er waren ook Nederlandse jongens, Belgische jongens, Deense, Noorse en Zweden. En er gingen van die groepen gingen drie Nederlanders, twee Belgen, één Zweed, één Noor en één Deen naar Barcelona. Daar was de volgende halte van de challenge. Maar dat was dat zeker. En daar kwamen honderd van verschillende nationaliteiten. Chinees, Japan, noem maar op. Chinees, Japan, Spanje, alles. Oekraïne, echt, noem maar op. Elk land. Daarna Zuid-Afrika. En dus ik won die challenge in Zeist, samen met nog een andere Belgische jongen. En wij konden samen naar Barcelona vertrekken, op Schiphol. Samen met die andere jongens. We vertrokken naar Barcelona. En ik denk, dat was super om mee te maken. Dat was ook met Garrido trouwens. Ook. Die was daar ook. Die liep daar toen al rond. We hebben rondes mogen spelen met Busquets, met Pedro. Hola. Ja, dat is echt niet normaal. Maar vanuit 100.000, dat waren maar 16. In totaal, ja. Wacht, nu eerst in Barcelona. Mochten daar alle nationaliteiten, waren er ook rond de 100 of... Ja, er deden zoveel mensen aan mee, maar die waren ook al geselecteerd van de voorbijproeven. Dus die werden geselecteerd van hun land, kwam die ook daarin. En dan waren wij nog eens mee, denk ik ook mee, rond de 100, rond de 80. En dan elke dag viel er weer jongens af. Dus de jongens die... Dat is wel hard, te weinig. Ja, dat is hard, hè. Maar, want er waren Nederlandse jongens bij, die na een dag al gewoon niks meer, die mochten wel genieten van het hotel en van het zwembad en zo, maar die maar konden niet meer iets genieten, winnen. Hè? Als je thuis zit met je familie die zo vol hoge verwachtingen. Ja, voilà. Wij gingen weer door tot de laatste dag. En dat was elke avond bezoek van, of was Materazzi is langs geweest, David Lewis is langs geweest. Ik heb daar allemaal nog foto's mee met die mannen. En dan de laatste dag gingen ze bekendmaken wie de wereldtour ging maken met Nike. Ging eerst naar Amerika, Portland, Turijn, Manchester. Dat was fenomenaal. Om dan tegen die jeugdploegen te spelen? Van... Ja, we hebben, dat werd geselecteerd dus bij de laatste 16.
En we gingen twee maanden later een zo'n tour maken. En dat was echt fenomenaal. Dat was vijf weken zo'n tour. Een prof bestaan, hè? Ja, dat was vijf weken zo'n tour. En mijn jongens die, ah ja, die ondertussen wel kent, maar kon niet met elkaar, een Japaner kon niet met mij communiceren. Dus nee, nee. Het was, hallo, konnichiwa. Hallo. Maar voor de rest, hij hield het op. En ja, dat was echt top ervaring. We zijn eerst, zoals ik zei, naar Portland gevlogen. Los Angeles ook geweest. Basketbalwedstrijd zoals gezien. Ja, echt fenomenaal. Wat ik zeg, altijd schoenen gekregen wat we wouden. Dan zijn we zo doorgevlogen naar Turijn. Hebben we tegen Juventus, Jong Juventus gespeeld. Onder 21 van Juventus. En waren jullie dan goed? Juventus onder 21 zijn we 4-1 van gewonnen. Maar er waren ook jongens bij, niet vergeten. Ik was de jongste toen, 15 of 16. Maar er waren ook jongens bij van 26 jaar. We hebben een Zweedse spits. Echt niet normaal. Een beer, 26 jaar. Maar niks meer van gehoord dan dat. Niks meer van gehoord, nee. En die andere Belgische speler? Ismaël Amaidat, ik weet niet of je die kent. Amaidat, ja. Die heeft bij Leuven nog gespeeld in de jeugd. Ja. Bij Anderlecht in de jeugd, maar... Ik weet niet of die nu, die volgens mij naar AS Roma aan het transfermen, maar dan, ik weet niet meer, die speelt nu in Italië. Die heeft al van alle ploegen gehad. Ja. En dan Turijn, Manchester United, die jong Manchester United, 1-0 verloren. Maar dat is wel, hè, dat is wel een droom toch van een 16-jarige, om dat te weten. Met Nike dan nog, dat is zo wat de brand dat toch sexy is bij de jeugd. Ja, dat was top. Dat was echt fenomenaal. En dan afsluiten moesten we tegen de Nike Academie zelf, want ze hebben een Nike Academie in Londen volgens mij lopen. En ja, daarvoor streden we voor een plaatje. Dus de drie beste dat hun bepalen mochten naar de Nike Academie. En daar was ik niet bij, maar dat überhaupt, dat maakte mij al niet meer uit. Omdat gewoon die wereldtour van zoveel jongeren kunt meemaken. En ja, dat is fenomenaal. Sowieso. Dat is echt fenomenaal dat je dat mogen meemaken. En dat was gewoon een mooie en enorme ervaring. Ik kan me voorstellen. Knap initiatief wel. Hoewel, ja, moet een sportmerk voetballers opleiden, is misschien wel dubbel, maar ja, ik vind het wel een leuk initiatief. Maar het was zo de bedoeling om zo wat talenten die onder de radar blijven een kans te geven op het hoogste podium. En dat vind ik wel een chic initiatief. En in uw geval heeft het toch ook gewerkt, want hij is ondertussen profvoetballer. Dus ik zeg niet dat het alleen door Nike is, maar het is wel tof voor Nike dat jij profvoetballer bent geworden. Ik heb daarna ook door hun eigenlijk, denk ik, ik heb twee trials kunnen hebben. Ik ben bij Fulham kunnen gaan testen en bij Crystal Palace, dus wel leuk. Oké. Ja, dat is echt top. Echt waar. En sponsoren die je nu nog, Nike? Sponsoren is tot dit jaar hebben ze gewoon schoenen opgestuurd, dat wel. Netjes gewoon voetbalschoenen. Maar dit jaar gingen ze dat niet meer doen. Iemand van hun eigen academy, zeg. Ja, misschien omdat ze meer gefocust zijn op aanvallers. Ik weet niet waarom, maar ze gaan het niet meer doen. Maar alle begrip daarvoor, weet je... We moesten nog met Nike gaan praten terug. Ja, kom. Bij deze, misschien zijn Mike, ze... Raf. Ja. Misschien zijn ze dat daar vergeten, dat jij in die academy hebt gezeten. Nee, maar goed. Voor mij was dat fenomenaal. En is er één iemand van die gasten dat ook echt prof is geworden? Weinig. Ik denk, dit jaar speelde er een Pieter Golubovic bij Kortrijk rechtsachter. Ah ja. Die was daar volgens mij wel bij. Ik kan me niet meer of die was bij in Barcelona of die was daar. Maar ik denk dat hij erbij was bij die tour. En voor de rest, geen ene. Zo ziet het maar, hè, dat niet gemakkelijk is. Maar die mannen waren allemaal goede shotters. Ze waren ook al op leeftijd, die jongens. En ja, dat waren zo de laatste kansen. Voilà. De meeste waren al echt op 4, 25, 26. Sommige 21, 22. En ik was de enige met nog een andere jongen, denk ik, die 20 of 20, 16, 17 waren. 15, denk ik zelfs. Maar hoe oud zeg je nu dan? 24. Misschien wel... Ik zat nog bij de jeugd van Westerlo toen, dus dat was echt... Die, dat is ook leuk dat die dat trouwens gewoon zeiden van, ga maar jongen. Ja, ga maar. Terwijl het seizoen nog bezig was. Het zou maar erg zijn als ze daar... Ja. Nee, maar langs de andere kant... School ook trouwens, dus fenomenaal. Gewoon, joh. Maar ik zat topsportschool in Wilrijk, dus dat was echt... Ja. Wel die ondersteunen. Wat is dat bij de Frans van de Wijngaard? Ja, dat zegt hij, ga maar. Dat is top, ja. Die kan dat niet weigeren, toch? Samen met de markt nog weer, dus echt top. Ja, de markt nog. De Frans van de Wijngaard waren wel fantastische mensen ook. Die... Ja. Je voetbal uithalen en dan zo. Daarmee kon je ook gewoon een gesprek aangaan. Ja. Die niet trekt zoals nu regeltjes. Alsjeblieft. Tuurlijk. En Mark Noé, zit hij nog altijd bij Beerschot nu? Zeker. Dus je komt hier nu de terug eerste onderhandeling zat hij er gewoon mee aan tafel. Voilà. Ja, top mensen. Dat is een van mijn beste trainers die ik ooit heb gehad. Mark Noé zegt, ik kan zoveel mensen beter maken. Zegt top. Wat ik nog aan Gunther wou vragen is van, als trainer kun je ontslagen worden en als makelaar een speler
heeft eigenlijk de macht, toch? Een speler kan morgen zeggen, Gunter, ik ga naar Mino Raiola of ik ga naar Mendes. Zelfs niet morgen. Gewoon... Kan direct. Dat is het probleem in België ook, bijvoorbeeld. Waar het een aantal kunnen doen wat ze willen. Omdat je als makelaar ook niet beschermd bent. Maar is dat een probleem? Absoluut. Ja? Tuurlijk. Hij steekt er toch heel veel moeite in ook. Zo gaat het natuurlijk. Ja, maar als je een makelaar die een huis verkoopt, teken je contract. En in dat contract moet je dat huis verkopen. Heb je het niet goed gedaan, kan je zeggen, oké, ik ga verder. Of ik pak een andere makelaar voor het huis te verkopen. In ons geval kan je doen wat je wil. Dan kan je jaren aan een stuk werken. En dan, wij zouden bijvoorbeeld straks moeten gaan tekenen, ik zeg maar iets. Kan hij bij mij komen zeggen, Gunter, het was toch een andere, ja. Sam, ja, jij gaat met mij mee. Hij had me gebeld, hè. Jij gaat met mij mee. Ja, maar we lachen er nu over, maar dit is effectief, dit gebeurt ook. Dat is ook bij u ook al gebeurd. Absoluut. En dat is ook de reden waarom er een aantal in België kunnen doen wat ze willen. Omdat het is properder geworden, trouwens. Nee. Een stuk misschien, met degenen die zich verenigd hebben, ja. Omdat daar er is een gentleman's agreement is onder elkander. Maar degenen die daar niet bij komen, helemaal niet. Integendeel zijn er een paar gewoon nog meer onder de radar nu. Er kan geen oplossing voor komen of geen dingen voor komen dat ze zeggen... Wij zijn er nu aan bezig. Sluit ook een contract af met een zaak waarnemer. Voor zo'n in België niet. Aantal jaren. In België niet. In België, ja, maar ik vind dat ook dubbel. Want stel je voor dat hij niet van goede inborst is en echt niet wil dat jij naar Beerschot gaat. Klopt. En jij hebt daar een deal mee. En ja, je kunt gewoon niet naar Beerschot gaan. Ja, okay, dus... Maar dat is wel. Als je tekent bij een club, je tekent ook een contract bij een club. Als je dan wilt vertrekken bij die club, moet je een transfervergoeding betalen. Je weet het ook niet allemaal op voorhand. Die trainer kan zeggen, je gaat spelen bij mij. De eerste training, komt er een ander in toe en zegt, maar hij gaat spelen. Ja. Weet je moet wel iets van regelgeving hebben. Dat je tenminste een beetje beschermd bent. Ja, ik snap het, want ook in de eerste jaren als je begint als makelaar, dat zal niet meteen door een jackpot zijn. Het zal zweten zijn, denk ik. Nee, want iedereen, dat is zoals met voetballers. Hè. Iedereen leest wat Beckham en Ronaldo allemaal heeft verdiend. Maar er zijn genoeg voetballers die op hun 35e, als het al zo lang uithouden, die niet veel spaarcenten hebben. Hè. We moeten niet denken dat iedereen massa's verdient. Dat is een foute perceptie. Ook met makelaars. Natuurlijk zijn er pipo's. Maar er zijn er ook een aantal die het wel goed menen. Er moet gewoon een duidelijke regelgeving komen. Ik heb nog een leuke vraag voor u. Jury de Vuist vroeg zich af of jij ooit Rode Duivel had moeten zijn. Ooit dichtbij zet geweest. Of naar uw eigen... Nu ben ik wel echt benieuwd. Had moeten zijn. Ik heb wel een anekdote. Ik ben, dus ik ben van vierde klasse, dus van Rapid Lebbeke, naar Eendracht Haals gegaan. Waar ik nummer 24 had. En in die tijd, de nummer dat je had, waard je ook. Dus ik was ook nummer 24 onder Barry Wilshoff. En we hadden de topschutter van België, Christophe Lauwers, in onze rangen. Christophe Lauwers. Peter Lessen. Na drie matchen. Na drie wedstrijden zijn dus alle twee gekwetst. En Barry komt bij mij. Ik had dus nog niet op de bank gezeten. Wie zei jij? Ik had dus nog niet op de bank gezeten, maar dat was ook normaal, want ik kwam van vierde klasse. En ik had zoiets van: als ik tegen het einde van het jaar een keer op de bank mag zitten, top. Dus je komt bij mij en zegt, zaterdag, het is tegen Gent, maar Peter en Christophe zijn gekwetst. Jij gaat spelen. Maar er zaten dus andere spitsen op de bank wel. Hè? Ik zeg, waarom? Je hebt goed getraind en met de belofte goed gespeeld. Jij gaat spelen op Gent. Nou, dat ik op Gent, tegen Mark de Grijs, wat mijn idool was. Ik had dan nog pech. Mark die kwetst zich dan ook die week. Mark weet dat trouwens, ik heb al 100 keer verteld tegen hem. Maar ik speel dus die wedstrijd tegen Gent. Wij spelen 2-2. Ik speel 90 minuten en ik maak ook de 2-2. En daar ben ik echt vertrokken door de kwetsures van iemand anders. Ben ik ook vertrokken. Ja, zo is het altijd. Hè. Een maand later word ik opgeroepen voor min 21. Voor de nationale ploeg min 21 tegen Bosnië-Herzegovina. Ik kwam vierde klasse. Fantastisch, ik word hier gewoon opgeroepen. Wel één probleem. Match geannuleerd wegens de oorlog. Dus tot daar mijn één cap met de U21. Maar ik heb ooit wel één keer meegetraind dan tegen Bulgarije met de nationale ploeg zelf. Onder Georges Lekes. En toen ook... Was ook van Nike, zo kon iets winnen. Nee. Maar dat was toen waren er nog geen gsm, zoals met de huistelefoon. Maar ik zat op universiteit. Dus ik studeerde. Ik trainde overdag, ik ging s'avonds naar de UNIF. Dus ik kwam thuis en mijn moeder die zei van... Er heeft hier iemand gebeld. Moeilijk, vaag. Jij moet morgen gaan meetrainen in Oostende. Toen trainen ze in Oostende met de nationale ploeg. Maar ik zeg, met mijn kop aan het lachen, met mij aan het zeveren.
Nee, maar ze gaan nog bellen. Dus die belde terug. Maar ik dacht dus echt, dat is hier kentcamera. Dus ik heb die echt twee keer afgelegd in het telefoon. Ik zeg, deze geloof ik niet. Hè. Uiteindelijk, nee, maar we mogen hem melden. In Oostende. Ze speelt tegen Bulgarije en ze moet meedoen met de training en 11-11 spelen. Ik dacht uiteindelijk, oké, het zal wel zo zijn. Dus we hadden een huis aan in Bredenen eigenlijk. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben die avond nog vertrokken naar Ginder om daar te gaan slapen. Want op dat moment waren ze aan het werken aan de brug in Wetteren. Die nieuwe brug dat daar staat, dat was dat jaar, met mega file 's morgens. Zeg, ja, ik kan moeilijk te laat komen. Ja. Dan zeg ik, George, sorry, ik ben niet 10 minuten te laat. Zeg, dat gaan we niet doen. Dus ik ging er en ik zat dus echt een uur op voorhand in het kabinetje. En dan kwam Embo Mpenza, Milan Mpenza, Geert de Vlieger, Glenn de Boek, Johan Wallem. Kwamen allemaal binnen en die moeten zich allemaal afgevraagd hebben. Wie in godsnaam is dat hier? Dus ik heb wel degelijk één keer meegetraind. Met de nationale ploeg. Geen officiële uitnodiging, maar het was wel top, moet ik zeggen. Want ik speelde met Johan Wallem, die op de 6 speelde, met Mbo en Penza vooraan. En het niveau was wel fantastisch. Was ze van de bal vragen? Ah ja, nee, hij ligt er al. Goed gespeeld, Johan. Goed gezien. Want Johan speelde toen bij Udinese. Dus ik heb geen cap met de nationale ploeg. Ik denk dat niveau uiteindelijk heb gehad. Maar dat was ook de eerste trend. Dus, de Waar eerste training van Daniel van Buiten. Dat dichtbij. Absoluut. Want dat was niet goed getraind waarschijnlijk. Ik had wel goed getraind, dat wel. Maar dat was dus echt met het oog op de toekomst en tezamen met Daniel van Buiten. Ah, okay. Die ook niet officieel was opgeroepen. Hij en ik moesten meetrainen. Okay. Hij speelde toen met Charleroi. Oh jongen, dan... Ja. En daar is Daniel voor de eerste keer komen meetrainen. Zonder... Zo'n blessure dan zo. Maar dat doen ze nu dat nog. Maar nu hebben ze dat ook nog gedaan. Ja. Ah ja, met die dingen. Vorig jaar roefde hij meetrainen met die keepers en zo. Ja. Steunkjes volgens mij ook. Ja, dus af en toe doen ze dat nu nog, hè. Ja. Maar dat was het samen met Daniel van Buiten. En Daniel is dan nog iets verder geraakt. Maar toen dacht ik, hè, toch, hoho, ik ga het hier maken, jongens. Toch ook maar op Duitsland? Nee, ik dacht... Wow. Ik word echt absoluut de wereldtop. Nee, ik kon niet geloven dat ik daar zat. Ik vond dat ongelooflijk. Want ik speelde een paar maanden ervoor in vierde klasse. Ineens speelde ik in eerste klasse. Ik trainde mee met de nationale ploeg. Weet je het van verraden? Van hem? Nee. Ik heb hem... Veel bij Lierse zien spelen vooral, omdat mijn stiefovergrootvader, toen Herman Elputtes, zijn trainer geweest. Amai, dat komt wel echt uit een voetbalfamilie. Ja. Amai, jongen. Ja. En ik ging bijna elke thuiswedstrijd kijken. Ik heb hem veel zien spelen toen en Maar toen was hem al... Nu moet je zwijgen. Ja. De laatste jaren van uw carrière was dat toch? Ik was al over de 30 jaar. Ze hebben mij teruggekocht uit Nederland. Een kampioen gespeeld in tweede klasse. Waar in Nederland? Klasse? Dat weet ik. MVV, hè? Maastricht. Ik dacht, ik krijg punt scoren. Maar daar heeft hem veel golen gemaakt, ja, dat wist ik. Twee fantastische jaren gehad. Vrijdagavond spelen, altijd weekendvrij. Hey, toen was Dries ook meegemaakt. Dat was goed voor ons. In Maastricht kan ik verzekeren. En vrijdagavond zelfs nog terugrijden, hè? Ja, geen probleem. Ja. Sowieso bleef ik nog even in het stad in Maastricht. En als we dan geen training hadden zaterdag, dan nog naar huis rijden. Dan was dinsdag terug op de club, of wat? Nee, man. Het was een fantastisch regime. Maandag twee keer. Maar en ook, toen had hij nog geen rode duivel was, dat was pas feest. Dan kregen die dat 2-3 trainingsjes per week daar. En voor de rest Wij hadden vrij. Wij trainen maandag twee keer. Dinsdag in het begin twee keer. Na een tijd was het maar één keer. We hadden woensdag vrij. Donderdag was gewoon de training voor de match. Vrijdag match. En zaterdag uitlopen. Fantastisch leven. Ik heb nog een coole vraag. Wat is de meest bizarre transfer die je tot nu toe al gedaan hebt? De Molassie? Bizarre, in goede of slechte zin? Wat willen we, Evert? Slechte klinkt dan ook. Nee, ik denk... Ik, langs de ene kant ben ik er wel... Een slechte transfer zou ik niet doen, want dan zou ik het ook wel zeggen... Je weet nooit op voorhand hoe dat iets gaat aflopen, natuurlijk. Dus dat weten we niet. Maar als ik denk dat het geen goede keuze is, dan zou ik het ook wel zeggen. Maar ik bedoel, bizarre misschien van de omstandigheden en zo. Want... Misschien Senna Miyange van Beerschot naar Inter Milaan. Okay. Een van mijn eerste transfers. Of, oh, wie was het weer? Ik heb van Oudenaarde naar Heracles Almelo. Ik kan nu op zijn naam komen. Nog verkocht van derde klas naar Heracles. Briand van op de bank van KV Oostende naar New York City verkocht. Ah ja, dat is juist. Fantastisch transfer. Fred ging ineens spelen met Pirlo, met Lampert en met... David Villa. Dan heb ik hem naar DC United verkocht. Wat had hij met Wayne Rooney ging spelen? hij heeft met fantastische jongens gespeeld. Hij zat in Oostende, speelde niet. Dan heb ik hem naar New York gedaan. Moet je gaan onderhandelen in New York zo? Dat moet wel tof zijn. Nee, je gaat niet onderhandelen in New York. Je gaat naar Manchester. Ah ja, oké. Daar medische testen en zo allemaal.
Ik kan u verzekeren, het hoevencomplex van Manchester City is ook niet slecht. Dus als je spreekt daarover, dat zijn wel leuke dingen die out of the blue. Ja, Bolassi was de meest... Ja, dat moet ook stressen zijn geweest. Die was niet normaal. Die is niet normaal geweest. Die wat we daar hebben meegemaakt. Jaren van uw leven gekost? Dat heeft me een grijs haar gekost. Maar dat is dus effectief op de enkele seconden van middernacht goedgekeurd geweest. En wij waren een uur en een kwart voor middernacht waren wij klaar. Want het was Everton die een fout had gemaakt in het systeem. En ze wisten niet waar. En dan een geluk. En alle krediet aan Johan Planken, die toen heel rustig is gebleven. Want ik ben daar bijna geflipt geweest. Michael Verschuren flipte. Allemaal, hè. Het is niet alleen. Nee. Want je ziet die klok tikken en we waren nog aan het lachen. Drie kwartier voor het einde zeiden we nog... Jongens, we gaan het wel in orde maken dat hier niet de laatste minuten is. Hè. Het was uiteindelijk enkele seconden voor middernacht. Hè. Ineens zo... approved. Dan was het even... stressniveau was niet donkerrood, was zwart. Ja. Maar wel fantastische herinneringen. Zeker als hem lukt. Hè. Tuurlijk. We gingen het beloofd. Niet over de 16 of 18 clubs hebben, of over de promotiefinale. Maar de Beneliga staat wel echt terug in het nieuws. Ja. Jullie kunnen dat misschien goed beoordelen. Jij kunt dat perfect beoordelen, dat dat meerwaarde zou zijn. Voor Nederlanders vooral, want wij Belgen, wij willen dat precies. Ja, ik ben anti, maar ik snap dat de topclubs in België zich graag aansluiten bij Nederland, omdat dat, met Ajax, Feyenoord, PSV, dat heeft meer aanzien. Mm-hmm. Maar vanuit Nederlandse hoek, daar snap ik het niet zo goed. Dat ze het niet willen. Ja, waarom zouden zij met die Belgische clubs willen voetballen? Oh, zo. Ik denk, al voor het niveau gezien, dat wel zou kunnen. Ik denk dat een AZ, dat heb je ook tegen Antwerpen gezien, dat een AZ bijvoorbeeld een hele goede spelers heeft. Die kunnen, makkelijk hier top 4. Maar willen Nederlanders tegen Charleroi staan, daar, Gent, willen die dat? AZ speelt in Nederland ook top 4, hè? Daarom. Maar het is maar om te zeggen dat niet altijd bijvoorbeeld een PSV of zo van een AZ of zo gaat winnen. Dat wil zeggen dat die ook echt hoog hier kunnen eindigen. Ja. Ook in Nederland natuurlijk, maar dat die het ook in België kunnen doen. Hoe ik dat zie, is de topclubs lijken mij echt wel beter dan de topclubs hier in België. Maar als je nu echt 1 tegen 1, 2 tegen 2, 3 tegen 3, zo de ranglijst tegen elkaar laat spelen... Dan wil je dat wel nog zien. Als Nederland ontkomt. Nee, ik ben dat meen ik, dat blijf ik. Nee. Ja, dat is een hele moeilijke. Ik heb daar ook soms over met Cyril dan trouwens. Over wat ik zo zeg, als jullie nu voor dan Heracles tegen een. Hij wist dat er achtste hier zo'n waring of zo moet spelen. Hoeveel is dat verschil? Denk ik. Maar goed. Of ik bedoel, maak zeg maar een ploeg nu. Een Kortrijk, een Mechelen, zoiets. Ja. Waar gaat dat verschil zijn? Als je speelt 10 keer tegen elkaar, durft je nu geld opzetten dat er één ploeg zoveel meer wint? Nee, totaal niet. Dat zeg ik ook tegen Cyril. Ik zeg soms first slag, kom, wij winnen toch. Zou ik ook zeggen. Ja, maar nee, dat is gewoon zo. En wij als Belgen? Of? Maar ik zei ook tegen hem, moesten wij naar een uitbaas aan Dever gaan en bij Heracles zijnde, is dat niet zo heel wauw uit de laatste jaren, dan zullen wij toch gewoon last hebben. Maar dat is heel moeilijk, ja. Dat is moeilijk inschatten, want het is totaal ander voetbal. Ja, ik wou net zeggen, ook daarom. Het is compleet verschillend. Ga maar eens uit Kortrijk spelen. Ga er maar eens gaan voetballen. En daar kan een Feyenoord ook gewoon zomaar... Of ik zeg nu maar iets, een Feyenoord AZ, dat kan ook gewoon zomaar daar verliezen. Natuurlijk. Maar bij de kleinere clubs in Nederland bijvoorbeeld, de salarissen bij de kleinere clubs in België liggen al hoger dan. Ja, je kunt het niet vergelijken. Ja. Dus nee, dat is al een raar gegeven eigenlijk. Er is iets mis in Belgisch voetbal op dat gebied. En qua regelgevingen? Ik denk gewoon dat Nederlandse clubs staan verder qua infrastructuur, qua omkadering. Dus ik denk dat zij de noodzaak van zo'n Beneliga veel minder voelen dan onze topclubs. Dat denk ik. Want waarom een Utrecht en zo hebben er toch niet zoveel bij te winnen, denk ik, dan dat ze om de twee weken een keer naar België zouden moeten komen. En is de kans misschien groter als ze buiten de top 5, top 6 vallen? Utrecht, Vitesse, zijn team... Het zijn teams die... Die gaan naar de midden van de rangschikking vallen. Ja. Het zijn teams die niet naar een top 6 plaats of top 5 plaats kunnen gaan. En nu lullen die soms aan bij top 4, top 5, sommige jaren. Het gaat altijd voor- en nadelen. Ja, dat klopt. Jij van, Gunther? Van het idee? Ik vind dat een hele moeilijke. Ik ben eigenlijk niet echt fan van... Ik denk dat je gewoon eerst eens moet beginnen met in je eigen land een deftige oplossing te vinden. En het lijkt me eerder een noodoplossing om ja, Standaard en Charleroi hebben bijvoorbeeld al gezegd, waarom zouden wij in godsnaam tegen Ajax gaan spelen? Die willen tegen de Fransen spelen. En Eupen die gaan zeggen, laat ons tegen Borussia Mönchengladbach gaan spelen of wat. Ja, begin eerst eens overeen te komen in je eigen land.
Dus dat lijkt me al meer dan moeilijk genoeg deze tijden. Maar we hebben toch nog schone clubs die niet in eerste klasse zitten. Dus wij zijn nog niet uitgespeeld. Ik denk als je alle clubs die het waardig zijn, maar ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, want voor mij is elke club die het sportief afdwingt het waard, maar een Beerschot, een Liersen is failliet gegaan, een Lokeren gaat nu failliet, maar op zich zouden dat clubs moeten zijn die wel profvoetbal moeten kunnen aankunnen en die een plaats verdienen in eerste klasse misschien zelfs, als ze niet zoveel geld zouden uitgeven. En dan hebben we wel een leuke competitie met veel derbies. Je hebt Beerschot, ja, Antwerpen, je hebt Leuven, je hebt Lokeren, Beveren. Ja. Maar ik denk wel dat het publiek dat aantrekkelijk zou vinden en dat je, als je de omkadering iets omhoog trekt en een iets beter product kunt aanbieden, dat die stadions wel voller zouden lopen. En allee, ik denk, ik kijk niet zo negatief naar dat Belgisch voetbal. Mm. Ik vind soms dat die topclubs zo wat neerkijken op de kleinere clubs en daarop wegzetten van, daar kijkt geen volk naar en wie betaalt er nu dure tv-rechten voor Kortrijk tegen Beveren. Ja, ik vind dat te gemakkelijk. Ik denk wel dat daar heel veel mensen naar willen kijken en daar graag mee bezig zijn. En dat hoeft niet allemaal om miljoenen te gaan, hè. Allee. Ik heb het daarmee eens. Ja, volledig. Ik hoor je veel ja zeggen. Volledig. Ja, ik ben er helemaal mee eens. Maar mensen die Kortrijk Beveren willen zien, moeten die niet gewoon in het stadion gaan zien dan? Want dan gaan er toch niet zoveel zijn dat dan tv interessant tv-product is? Nee, maar dan gaan we altijd matchen hebben dat. Ja, ja, wel interessant zijn. Een ander legt Union voor ons ook een kleine derby. Dus waarom zou dat ook niet interessant zijn? Een neutrale supporter gaat er misschien minder naar kijken op tv. Maar degene die dan wel fan is van die clubs, die vindt dat net wel. Als je zegt Kortrijk-Beveren, degene die daarin zitten in die regio, die vinden dat wel. Ja. Maar je hebt bij Aals gespeeld, dat leeft daar toch. Oké, dat is geen gigantisch grote club, maar het is wel een heel toffe club om erbij te hebben. Ja. Zelfs nu nog, in tweede amateur, zit nog een paar duizend man. Een match op Aals, dat is toch fantastisch. Dat vind ik, denk ik, bijvoorbeeld met Mechelen naar Aals, dat is veel leuker dan met Mechelen naar de Graafschap of zo, hè? Of naar Vitesse. Echt waar. Ja. Dat is het probleem, hè. Ik denk dat we ons soms misschien miskijken op hoe tof het zou zijn om de topclubs te zien strijden, maar dat je dan dat je daaronder die matchen niet interessant te worden, in tegendeel. Maar het gaat altijd om de groei, hè. En Club Brugge en zo, die denken, we zitten hier helemaal aan ons plafond en misschien is dat ook ergens wel zo voor die clubs en die denken dat wij moeten aantikken bij de volgende stap. Ik heb Anderlecht ook geweten, hè, die aan het plafond en titel na titel en zoveel jeugd, zoveel kapitaal, die zijn er niet in geslaagd om het aan top blijven, zoals een Bayern München Juventus. Dus dat moet dan maar de uitdaging zijn. Ik zou het bijvoorbeeld wel een idee vinden en leuk vinden ook om eens te kijken dat ze dat bijvoorbeeld eens zouden doen. Bijvoorbeeld een bekertoernooi tussen beide landen. Ja. Dat wel gemengd is. Ja, dat was iets. Dat kan een test van de UEFA. Ja, je moet een eigen bekercompetitie hebben, dus dat moet dan een tweede extra, zijn. Extra, zou leuk zijn. Een ligabeker. Okay, in Engeland doen ze ook twee cups. Hè? Dus waarom zou je niet zo... Dat zou echt voor mij dan kunnen kijken of wat niveauverschil is. En dan kun je kijken... De finale dan zou misschien dan Ajax tegen Brugge. Zou het toch leuk zijn? Ja. Dat lijkt mij een idee. Maar ook als, wat hij zegt van die clubs van 1B. Als je ziet, Beerschot, Leuven, Westerlo en zo. Maar ook Union, wat dat Union, erachter dat zit. Leeft. Dat leeft. Met alle respect, dat die worden tegengehouden om naar 1A te gaan, dat begrijp ik niet. Ik begrijp het wel langs de ene kant, omdat er een aantal gewoon schrik hebben. Ja, ja. Omdat ze geen goed beleid misschien voeren, dan komen er clubs die misschien zelfs kapitaalkrachtiger zijn dan hun. Maar die kunnen wel het vuur aan de schenen gaan leggen, aan de grotere clubs, omdat er wel budgetten gaan vrijkomen. Dus daardoor ga je niveau wel doen stijgen, want die gaan op termijn sterker worden dan die clubs die het tegenhouden. Die zeggen van, oei, er komen er hierbij die misschien ons plaats kunnen inpakken. Maar dan is het net aan die clubs om er maar eens voor te zorgen dat ze helemaal in orde zijn. Okay. Union RWDM komt eraan, hè. In 1B, daar gaat 10.000 man zitten. Hè. Schrijf dat maar op. Hè. Ja? Ja, RWDM, die pakte nu al 5.000, 6.000 man thuis. Hè. Ja. Oké, jongens, we beslissen het gewoon. Geen een benenliga. Hoe? 25 clubs in 1A, dan gewoon daarin competitie. Gewoon iedereen daarin. Alsjeblieft, nee. Wat heb je hier nog? Europees voetbal. Twee Belgen die in het oog sprongen dit weekend. Ik heb al een eerbetoon shirt aan. Ik vind dat een terecht eerbetoon. Absoluut. Ik denk dat dat wel een waanzinnige prestatie is. Als Belg in het Italiaanse voetbal, dat toch wel aanzien heeft, ook qua verdediging en qua moeilijkheid om door te breken, als je daar meer dan 120 golen maakt. En qua lichaamsgestalte, want in Italië... Toen hem daar naartoe ging, zei iedereen, ze shotten hem omhoog en hij had geen pot te breken. Ja, dat was een interview dat hem nu zelf ook teruggezien had en geshared had. Toen hem eraan kwam, een Italiaanse journalist die in het panel zei, die kleine van PSV die speelt 8 matchen voor Napels. En die trainer van Eupen, hè? Ex-trainer van Eupen was dat? Die zei dat. Dat was die ex-trainer van Eupen. Ja,
Voilà. Ja. Hij is ook maar een paar matchen trainer geweest in Eupen trouwens. Dat is wel de story of Dries Mertens. Hè. Altijd maar ik bewijzen heb nu dat de rest het gevoel dat dat nu veranderd is. Door dit record. Ja, okay. Dat is toch al jaren niet meer. Maar je ziet dat het niet makkelijk is. Want dit is de eerste bij de Rode Duivels die ter discussie staat als het niet gegaan is. Of altijd. Ja, maar ik vind wel... Allee, Dries Mertens is nu wel established Europese topspeler. Nu met deze ook. Zo. We zien dat het niet makkelijk is, hè, want Lozano is daar ook naartoe is naar PSV. Ja. Hetzelfde lichaam ongeveer. Je ziet wat Dries doet, is fenomenaal. Ja, stop. Misschien is het goede eraan ook aan Dries dat hij ook zo los is soms. Hè? Dries wil ook genieten van het leven af en toe. Hè? En die stress en zo. Toen ik 2-3 jaar geleden naar Napels ging, had ik hem dan gevraagd, zeg, waar moeten we naartoe gaan hier? We zaten juist buiten Napels. Zeg, van in Napels, waar kunnen we naartoe gaan? En ze hadden een paar dingen doorgestuurd en zo. Hij weet perfect wel waar je kunt gaan. Het, een goede adresjes. Een boekje gekregen. Ik denk wel dat van Katrien doorkwam. Ja, het eerste jaar dat hij daar was, had hij, omdat hij zoveel die vraag kreeg, die gewoon zo'n PDF gemaakt. Ja, dat kan maar inbeelden. Een paar adressen hier. Alsjeblieft, alsjeblieft. Kunnen we dat in boekvorm uitbrengen? Nou, zo groot is het niet. Maar ondertussen, misschien eens updaten, hè. Dat is toch wel een aantal jaar. Ondertussen zit hij daar, wat, 8 jaar? Maar het is echt wel... Een beetje af voor wat hij gedaan heeft. Ik zei voor de uitrusting, ik heb trouwens nog van AGOVV, zijn allerlaatste wedstrijd daar, die hij niet heeft gespeeld. Ja, wie had toen gedacht dat allee, ja. Als toen, iemand kan zeggen hoe mooi één dag Taals trouwens is, dan kan hij dat ook zeggen. Daar blijft hij over spreken. En tranen toen hij moest vertrekken. Hè? Absoluut, die beelden daar, dat hij speler van het jaar is. Speler van het jaar, en een verloren wedstrijd ook. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, top kerel ook. Hij is eigenlijk een halve Italiaan ook geworden. Als je ziet hoe dat hij daar aanbeden wordt door die fans, dat vind ik ook straf. Want na die goal was ik dan op Twitter eens gaan kijken naar al die tweets. Maar die Italianen zijn daar gek van. Hè? Ja. En wij in België krijgen dat misschien niet altijd zo mee, maar die is daar mega populair. Hè? Bij de populairste. Maar het is geen dat ik zeg, omdat hij ook zo... Hij is los, hè. Hij is een knuffelbeer. Chiro is denk ik het grootste compliment dat je kunt krijgen als buitenlander. Want dat is eigenlijk de bijnaam van een Napolitaan. Ja. Okay. Dus als je dat als buitenlander die een bijnaam krijgt, ze gaan die hebben hem volledig omarmd. Ze gaan hem niet meer teruggeven. Ze. Die gaat daar blijven wonen tot... Die kans zit er wel in. Tot het einde van zijn dagen, joh. Het goede leven daar. Ja, het is ook een mooi leven daar. Als ik er niet in België wonen. Verdorie. Het is toch een mooi leven. Ja. Spelen, denk ik wel. Maar hij gaat daar toch altijd een huis houden of zo. Allee, dat is toch zijn tweede thuis. Ik denk dat hij niet moet gaan zoeken om hem te kopen. Ik denk dat we hem gewoon gaan aanbieden. Kom bij ons wonen, dat wij gewoon kunnen zeggen... Dat is het huis van Dries. Hij moet niet naar een IMO bellen. Ik zoek hier nog iets. Nee. En een andere Belg van het weekend, Eden Hazard. Ah, blij. Blij dat hem terug is. En ook maar ik vond wel... Spelvreugde. We hebben wel geweten dat hem terug was. Ik vond wel een beetje erover. Ja, dat mag misschien. Heel raar is, dat is een beetje het omgekeerde soms van Dries Mertens, dat Hazard in de Belgische pers enorm veel aandacht krijgt als hij nog met zijn schoenen aanbindt. Mm. En dat is ook Real natuurlijk. Real, dat is natuurlijk logisch ook. Ja. Maar ik... Spelvreugde, dat was ik heel blij om te zien. Hij was echt blij. En dan heb je altijd een beste Hazard als hij zelf blij is. Maar ik vond het wel raar dat ze niet in Stadion speelde eigenlijk. Ja, ze zijn er aan het werken. Zoiets, ja, dat is, dat is het is wel het ideale moment dan, hè? Ja, nee, klopt. Dat is zeker, ja. Dat is toch anders. Ja. Ja, nee, ik zag ook Hazard foto's van op training en zo. Hard aan het lachen. Hij is echt weer aan het amuseren. En het lijkt ook alsof hij echt geen last meer heeft. Allee, hij zal nog niet 100% kan fit, ook fit niet, zijn. Maar. Kan niet, maar... Ja. Tegen de coronabreek wel goed geweest, dat hem daardoor niet te snel... Voor hem is het positief geweest. Alleen druk erachter om terug te komen. En het EK ging nu begonnen zijn, dus hij ging het gehaald hebben. Nee, maar kijk, ik heb dat ook... Dat klopt. Nee? Ik heb dat gelezen, hè, van, spijtig. Maar nee, want hij is natuurlijk nog niet topfit. Hè. Nee, dat is waar. Hij is speelklaar en binnen een Real dat thuis tegen Eibar speelt, kan dat allemaal. Maar een EK was wel nog helemaal anders geweest, dus... Het is goed dat hij nu nog dat extra jaar heeft om daar te geraken. Hij gaat volgend jaar sterker zijn dan nu. Hè? Misschien wel, maar het feit, pak dat nu EK was, gewoon het feit van Eden, die zou inkomen, ik zeg maar, dat bij de tegenstander altijd, dat is al. Shit. Ja. Want hij doet wel altijd ene flits, dat je denkt van, zo, wat doet hij nu met die bal? Ja. Dus op dat gebied is het iemand die altijd schrik aanjaagt, al komt hij met krukken op het veld, gaan ze nog zeggen, op dat één been gaat hij nog een dribbel doen. Klopt. Dus ja... Denk, ja, we kunnen hem altijd gebruiken. Ja. Ik vond het ook wel heel grappig bij de aankondiging van de wedstrijd van Real. Toch eigenlijk de terugkeer van Eden Hazard hadden ze een foto van Toni Kroos gezet. De social media mannetjes van Real Madrid. Die scoorde wel de 1-0 direct. Ja, het is daar, kijk. Een voorspelling. Ook wereldkampioen en zo. Ja, ja, misschien doe je dat voor de zekerheid. Ja, misschien inderdaad. Ja, ze waren niet 100% zeker. Kroos zal wel spelen. Ja. Terug naar België, Lamkazé.
Ongelooflijk toch? Ja. Zoekt hij geen makelaar? Ja. Hij heeft een hele goede begeleider, heb ik gezien op Instagram. Dus, oké. Okay. Nee, maar vandaag zijn Instagram stories zijn gewoon 20 of 30 stories over Anderlecht. Maar zo iemand begeleiden, dat is toch een uitdaging? Nee. Dat wil je toch aan beginnen? Nee, absoluut niet. Je moet maar eens die ene zijn dat goed krijgt. Dat je echt gefocust krijgt. Als dat mogelijk is. Dat ja. Moet want ja. Hij wordt wel intrinsiek bij de beste van België. Hè? Ja, zeker. Gunther twijfelt. Je zit intrinsiek bij de beste als je het elke match toont. Ja, dat kunnen we hem niet echt geven natuurlijk. Maar het is einde verhaal nu. Hè? En ik vind dat wel jammer, want we gaan hem uit de Belgische competitie verliezen. Hè? Ja, hij zegt zelf in een interview dat hij met Belgische clubs aan het praten is. Ja, maar wat zegt hij? Allee, dat weet hij niet wat er waar van is. Allee, nee. De fratsen dat hij... Heel de week al vliegtuigjes, omdat hij nog op vakantie gaat. Het is terug begonnen. Hè? Of in de auto met de anderen en... Ja. Maar met dat haar, dat is toch een verhaal? Allee, ja, dat is... bestaat toch niet? Als je prof bent en je verdient zoveel geld, dan niet discussiëren of het terecht of niet is, maar dan kun je, als je weet, dan moet je beginnen trainen. Je gaat toch niet 2 weken daarvoor je haar laten implanteren? Ja, wat was het? Pigmentding? Blijkbaar dat je dan een week niet mocht trainen als je weet dat je een nieuwe coach hebt. Crazy. Die je toch verwacht. Allee, je bent een belangrijke speler, je verdient veel geld. Er gaan er veel weg. Dus het wordt alleen maar belangrijk. Hij kan de man worden, maar... In Antwerpen, wat toch een mooie club is, hè? Fantastische club, vind ik Antwerpen. Die nog gaat stijgen, hè? Niet te laat zeggen nu. Anderlecht moet Lam Kelzee nemen. Ik vraag het aan jullie. Ik denk, die jongen is... Niet te laat zeggen, inderdaad. Hey, dat is eigenlijk waar. Als ze naar Arena gaan, hebben we terug de derby. Daar heb ik eigenlijk nog niet genoeg over nagedacht. Want dat gaat pas ontploffen. Absoluut. Maar Lam Kelzee naar Anderlecht, dat speelt toch niet? Hij heeft zelf gezegd van wel. Nee, nog eens, want hij heeft blijkbaar ooit bij Anderlecht gespeeld. Of de jeugd, ja. Ik wist dat ook niet. Ik wist dat ook niet. En hij post alleen maar foto's van hem in de Anderlecht. Ik heb dat gezien. En de Anderlecht dat is wat bruskeren, toch? En dan daarna allemaal beelden van wedstrijd tegen Anderlecht. Alleen maar over Anderlecht. Ja, super lus. Ga me onthouden van alle commentaar. Maar die is heel onrustig in zijn hoofd, denk ik. En zolang dat niet in orde is, kan die geen carrière maken. Dan heb je ook mensen nodig die hem rust doen brengen in zijn hoofd. Ja. En dat spreek ik niet gewoon over hem. Maar denk ik, in het algemeen voor een speler heb je mensen gewoon daarnaast nodig die zeggen van laat ons even rustig blijven. Ook al wilt je weg. Laat ons tenminste op een professionele manier aanpakken. En dan spreek ik niet gewoon over hem, maar in het algemeen. Maar ja, het is toch wel... Ik heb nog een laatste vraag, Gunther. Ga je een drukke zomer tegemoet? Van Krombrugge, Rechte Jageren, Fouquet. Oh, wat is dit? Boffin misschien. Boffin? Boffin is ook ondertussen ook weer al gegeerd wild. Net Beşiktaş verslagen. We hebben een paar miraculeuze reddingen voor de verandering. En er zijn een paar clubs, topclubs in Turkije, die op zoek zijn naar een keeper. Zeg, jij hebt wel zo wat België in het buitenland die iedereen vergeten is. Er zit een docu in. Ja. Fouquet is er niemand vergeten. Fouquet niet, maar Boffin, Van den Buijs, dat zijn namen die in België minder bekend zijn. Ja, maar ik denk dat bij Dario is niet van vergeten, maar gewoon Heracles is uiteindelijk nog ver weg voor ons. Ja. En is misschien in België niet de meest sexy ploeg, om zo te zeggen. Ik denk dat de Belgische voetbal wel... weet van zijn bestaan, maar niet details. Hoe goed dat hij wel is. Ja. Maar hij is ik herinner me, maar datzelfde, we spreken nu over buitenland over Heracles, maar ik heb hetzelfde voor gehad met Hendrik. Toen Hendrik naar Anderlecht ging, een van Eupen. Dan denk ik van, heb je een match gezien in Eupen? Ik had ook wel mijn twijfels. Ja, maar je hebt Hendrik waarschijnlijk niet goed gezien. We hebben er hier veel over gediscussieerd. Er is een reden waarom dat wij een akkoord hadden met Ajax. Er is een reden waarom dat we een akkoord hadden met Sassuolo. Bij de Rode Duivels zat hem ook als speler. Hij zat al bij de Rode Duivels. Was geen keeper meer van Eupen, maar Hendrik was gewoon iemand die had iets in zijn hoofd, die heeft zijn stappen. En dan maakt niet uit wie dat op dat moment komt. En dan wijst hij Ajax af, dan wijst hij Sassuolo af, Serie A, Ajax. Ja. Maar dan denken mensen, die van Eupen? Nee, eigenlijk zit hij... Hij speelde nog bij Eupen, maar was geen... ik mag niet zeggen, geen speler meer voor Eupen. Hij zat nog onder contract daar. Hij zat nog onder maar het was zeker dat hij ging vertrekken. Ja, voilà, er was interesse genoeg. En absoluut. Nu, want... Vanaf het moment dat Anderlecht nu een deftig bod krijgt op de speler, denk ik dat ze het moeten aanvaarden. En ze hebben een doelman gehaald. Dus op zich kunnen ze er tegen als hij zou vertrekken. Ja, en ik heb al een meeting gehad met Wouter van den Houten, met Karel van Heetvelde. Daar heeft al van alles in de kranten over gestaan. Dus dat is niet, dat is geen discussie om te voeren in de pers en zo. Ja. Anderlecht zit nu in een speciale situatie. Hendrik is Anderlecht ook dankbaar voor de kans dat hij heeft gekregen.
Hendrik heeft wel de kans gegrepen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus dat maar, is iets... Het is voor mij was hij een beste speler. Is het, daar gaat interesse voor zijn, dat is normaal. Hè? Dan is het gewoon de vraag hoeveel zo'n clubs daar nu voor willen geven in deze tijden. Hè? Mm-hmm. Allee, Onana bijvoorbeeld zal waarschijnlijk wel vertrekken bij Ajax. Wie weet zegt Ajax dan, dan gaan we terug naar Van Kronbrugge. En als eerste keeper zou dat een heel andere situatie zijn, absoluut, denk ik. Absoluut. Dus, maar ik vind dat wel... Ik heb dat altijd al gezegd, ik vind een heel impressionante keeper. En naast het veld, als je die ziet spreken, interviews geven, dan weet je gewoon, daar zit een topmentaliteit achter. Je voelt dat. Die mentaliteit is echt niet normaal. Maar dat, in de goede zin. In de goede zin. Maar ik durf te zeggen dat bij ons in de portefeuille en zo, dat het een beetje een lijn is door met de spelers. Als je zegt wat je met die ene speler kunnen werken, denk ik dat ik het moeilijk zou hebben. Als je dan ziet zijn mentaliteit, die van Thomas Fouquet, van de Jager, van Hendrik, Brian Smeets in Nederland, zijn we allemaal jongens met voetjes op de grond. Zoals een Thibaut Persijn in Inter Milan, het is voetjes op de grond allemaal. Ik denk dat ik ook nooit een groot spreker ben geweest. Gewoon ik vond mijn eigen zeker nooit een beste, gewoon een harde werker. Ik moest er hard voor werken. En ik wil dat ook dat de spelers dat ook doen en grote uitspraken. Ik kan alleen maar als een boemerang terugkomen, vind ik. En we hebben ook al veel discussies gehad. Maar dat is ook het goede. Want ik vind dat ook leuk. Ik heb liever dat ze tegen mij zeuren dan ergens anders gaan zeuren. Is nu die de moeilijkste opdracht een oplossing voor Bart de Jager? Bekijkt hem niet zo. Ja, op zich, Brecht heeft nog zijn 2-jarig contract. En hij wil er sowieso volledig voor gaan, ook in Gent. Hij heeft gewoon heel veel pech gehad met Kortrijk, dat Le Poing op zijn schouder valt. Want hij was echt top bezig. Mm-hmm. Was heel goed aan het spelen. En daardoor mist hij dan de voorbereiding van januari. In Spanje dan. Dan was hij weer aan het terugkomen. En dan valt de corona, waardoor hij play-off 1 niet kan spelen. Nee, juist, dat was terug. Hij heeft gewoon heel veel pech gehad. Maar Brecht is zo... Is gewoon een hele fantastische voetballer, vind ik, die nog altijd op zoveel posities kan gebruikt worden, bij Gent ook. Dus we zullen wel zien wat dat er komt, maar ik denk een Brecht die nu gewoon weer de voorbereiding meedoet, die heeft gewoon echt pech gehad met dat Le Poing zijn schouder is gevallen en dat hij daardoor een anderhalve maand is uit geweest. Want hij was echt wel super weer bezig. Doordat we in België niet meer voetballen, gaat de transferperiode dan toch nog beginnen. Het zal misschien minder geld worden uitgegeven, maar het startschot is wel gegeven. Je voelt het bij alle clubs. Mm-hmm. Er wordt nu toch wel al gehandeld. Ja. Ik denk de Premier League begint morgen. Kijken jullie daar naar uit? Zeker. Volg je de... Ja, wel. Hoe meer voetbal, hoe beter. Ja. Duitsland heb ik nu ook bijna alles gezien. Hoe meer voetbal, hoe beter. Ja, okay, zeker. Leuk. Zeker. Ja. Ja, liefhebbers. Dat vind ik altijd mooi. Ja. Ik zou het wel willen zeggen, maar dan gaan ze thuis niet appreciëren. Nog meer. Ja, altijd staat de voetbal op. Duitsland hebben we nu al die wedstrijden gezien. La Liga nu dit weekend ook gaat. Dus, het is leuk. Oké. Okay. Nou, nu is het wel ongelooflijk. Nu is het elke dag, denk ik. Elke dag vol een bak, alles door elkaar. Tot dan is het 2 dagen niet. Ja. Geen live voetbal. Ja? Voor de rest... Ik heb nog geen match gezien op tv. Maar het is... Allee, wat kom je? Geweigerd of? Ik heb echt nog geen tijd gehad. Okay. Ik heb echt nog geen tijd gehad om... Dortmund tegen Bayern ook al. Ja. We beginnen meteen. De tweede match morgen is Arsenal City. Arsenal City, het is Sevilla Barcelona. City kennen, daar durven ze wel eens wel uithalen, maar goed. Hmm. Ja? Okay. Ik ben blij dat het begint terug daar in Engeland, omdat het voor andere zaken... Ja, dat snap ik. Het is gewoon belangrijk. Op Engeland, hè? Het is gewoon belangrijk, voilà. Iedereen wacht altijd op Engeland. Dus daar moeten de grote transfers gebeuren. Ajax wil doorduwen voor David, om nog Manchester United en zo voor te zijn. Dat hij dat nu snel in orde wil krijgen. Als vervanger van zie ik dan. Ja. En ze zitten ook op tussen 25 en 30 miljoen was geen probleem. Ze zitten op een berg geld. Ze hebben de transfer die Ajax heeft gedaan. Maar ze gaan moeten haasten, United en Arsenal en zo komen. Alhoewel. Ajax zou ideaal zijn voor hem nu. Dat zou passen, absoluut. Als Donny van der Beek en zo ook nog zou vertrekken, dan komt er wel heel veel ruimte in die ploeg. Hè. Dus dat zou ook wel gaan. Oké. Okay. Ik heb nog een shirt van Dries Mertens weg te geven. Niet deze. Je hebt er maar één. Ik dacht één voor u, één voor mij. Ja. Jij hebt er alleen. Twee. Ah, twee. Voilà. Dus jij geeft aan hem dan. Hoe kunt je winnen? Is u abonneren op het Friends of Sports YouTube-kanaal en uw naam op YouTube reageren onder onze Instagram-post. Heel gemakkelijk. Oké, heren. Bedankt voor het komen. Dank u. Voor de Premier League fans die nog wat extra informatie willen voor het terug begint, je kunt onze Kick and Rush, mid Kick and Rush aflevering herbekijken. En donderdag zijn ze er al opnieuw. Wij zijn er volgende week. Tot dan. Friends of Sports.